Freya van den Bossen in Gent vanavond. Hoe voelt het in de campagne? Niet te moe? Ja, moe, maar wel redelijk content. Ik heb gisteren en vandaag markten gedaan. De mensen waren wel positief. Ik denk dat het wat keert voor ons. Dat het er een paar weken geleden minder goed uitzag. Maar ja, het blijft heel hard vechten voor de stemmen voor ons natuurlijk. Ja. En wat zijn zo de reacties dan op die markten? Wat zeggen mensen tegen jou? Vandaag de leukste was een wat oudere dame met haar fiets. Die zei wel, ik heb nog nooit SPA gestemd, maar nu ga ik het een keer doen. En waarom? Ik heb haar gevraagd waarom. Ja? Omdat ik had gezegd dat de bussen ook op het platteland moesten blijven rijden. Het was een debat geweest tussen mij en Lisbeth Homans. Ja. Zij willen af van basismobiliteit bij N-VA. We hebben gezegd, nee, dat is een basisrecht. Iedereen moet zich met de bus kunnen verplaatsen. Ja. Goedkoop en veilig. En ja, dat was voor die mevrouw heel belangrijk, blijkbaar. Ja. En dus, eerste keer SPA. Dat is minstens één die je dan al binnen hebt. Ah, wel, ik dacht, ja, leuk. Ja. Er zijn mensen die echt op basis van dat soort debatten hun keuze maken. Ja. En dat is wel hetgeen wat mij meest pleziert aan deze campagne, is dat het veel minder om de mensen draait. Ja. En zelfs wat minder om imago van partijen. En veel meer om die ideeën die soms radicaal tegengesteld zijn aan elkaar. Ja. Ik herinner me nog de tijd dat journalisten schreven, er is geen links en rechts meer. Ik ging het net vragen. Het is redelijk duidelijk dat dat nog bestaat. Voilà, het bestaat inderdaad nog. En vroeger, denk ik, deden veel partijen, de mijne ook, zowat alsof het minder bestond, omdat we soms bang waren standpunten in te nemen die niet de meerderheid van mensen zouden overtuigen. Ja. En dan maskeer je een beetje wat je eigenlijk wil. Ja. En niemand maskeert het nog en dat vind ik wel heel goed. Ja. Zeg je dan van deze campagne hebben wij als socialisten ons kunnen tonen zoals we echt zijn? Is dat een stuk? Of, Ik vind ze eerlijker en vollediger dan andere campagnes. Omdat je werkelijk zegt waar je voor staat. Of je nu 80% van Vlaanderen mee hebt of een keer 20%. Het debat met de leefloners. Of je die wel of niet verplicht moet laten werken zonder ze te betalen. Ja. Wij vinden van niet. Werken moet een echt loon opleveren. Ja, het is een minderheid van Vlamingen die ons daarin steunt. Maar toch moet je dat heel hard gaan verdedigen. Ja. En ik geloof ook dat als je dat goed doet, dat je mensen kan laten wisselen van standpunt. Dat ze denken, tja, zo had ik het nog niet bekeken. En dat je misschien wel meer mensen kan overtuigen. En dat is uiteindelijk waar het over gaat. Ja. Wat natuurlijk dan wel opvalt, als het zo'n clash is tussen links en rechts. Je hebt de N-VA aan de ene kant, die overschaduwen alles. Maar daar staan jullie dan wel echt 100% tegenover. Ik heb vrijdagsmarkt meegemaakt dat jullie allemaal stonden te springen. Al wie niet springt, is N-VA. Ja, het was voor mij verschieten. Ik weet niet of je zelf verschoten was, dat je daar aan het springen was. Maar de mensen daar op de vrijdagsmarkt toen, ja, elk jaar, wel zoiets. En het punt is waar ik heel blij mee was, was dat ze door dat zingen en dat springen lieten zien, dat ze zich niet gingen laten doen. Want er wordt wel serieus op hen geklopt aan de rechterzijde. Ondertussen groeit die rechterzijde in de peilingen. De N-VA wint in de zeilen. Wij leken kleiner te zullen worden. En daar had je mensen die er heel hard in geloofden, enthousiast waren en zeiden, ons krijgen ze niet klein. Hè. Ja. En ze deden dat niet op een agressieve manier, maar naar hun aanvoelen op een heel prettige, feestelijke manier. Ja. En het kwam ook heel flauw over dat ik daar alleen op dat podium stond en dat ik maar bleef kijken. Dus ik heb gewoon meegedaan. Ja. Zie het als een groep van mensen die zegt, wij gaan ons weren in deze campagne. Ja. En dat hebben we ook gedaan. Ja, dat hebben jullie gedaan, ja. Wat mezelf opviel in die tv-debatten, je zat dan met Lisbeth Homans, was eigenlijk op dat moment, was een van de debatten die ik zelf heel positief vond, omdat er wel degelijk ook inhoudelijk gediscussieerd werd, maar wel met respect. Dat voel je bijvoorbeeld met Bart De Wever soms toch wel helemaal anders. Dat is waar. Ik vind het heel belangrijk, omdat ik met elk van die mensen, met Lisbeth, maar ook met andere mensen, heel veel afspraken heb moeten maken. Ja. De vorige regeerperiode bijvoorbeeld. We hebben samen in de regering gezeten. We hebben dat heel correct gedaan. We hebben moeilijke dossiers samen moeten uiteindelijk doorworstelen. De hele hervorming van het groene stroombeleid bijvoorbeeld. Ja. Dan moet je ook spreken met CD&V en N-VA. Zij was diegene voor N-VA die dossiers mee volgde. En ik vind ook na deze verkiezingen zullen er een paar mensen moeten kunnen overeenkomen met andere mensen uit andere partijen. En het is mijn taak om in elk van die partijen met een aantal mensen een goede band te hebben, waardoor we ook elkaar kunnen bellen, ook in vertrouwen kunnen spreken, heel rechtuit kunnen zijn naar elkaar. Omdat dat ook onze taak is. Onze taak is niet enkel onze eigen gedacht verdedigen, maar ook samenwerken. Zeg je dan dat je nu nog met haar belt regelmatig? Wanneer was de laatste keer dat je haar aan de lijn gehad hebt, Lisbeth Homans? Een week geleden, denk ik. Ja. Dus en zeggen jullie dan zo niet van,
even dimmen of is dit nu niet te hard of is dat dan net van kom? Ja, wij hebben eigenlijk altijd op een heel respectvolle manier met elkaar gedebatteerd. Elkaar de kans gegeven om uit te leggen waar we allebei voor staan. Ja. Waarom we verschillend over de dingen denken. Maar we wisten ook wel alle twee van elkaar dat we dat zo zouden aanpakken. Ja. En ik denk dat mensen daar veel meer aan hebben. Ja. Omdat je anders misschien wel de andere kan afmaken en de eigen supporters applaudisseren, want dat heb je dan goed gedaan. Maar er is nog altijd geen kijker of luisteraar wijzer geworden. Ja. Alleen weten ze wie de match heeft gewonnen. En dan denk ik, ja, laat iedereen maar oordelen wie wint, maar laat ze vooral ook zoveel mogelijk informatie krijgen onderweg. Ja. En dat hebben we wel kunnen doen, denk ik. Oké. Nog heel eventjes in dezelfde hoek, maar misschien toch ten gronde, over die werkloosheid. Daar heeft Bart de Wever strafuitspraak gedaan over die cv's. Maar ik wil eigenlijk meteen naar jeugdwerkloosheid gaan, want dat was een van de thema's die bij ons heel vaak terugkwam. Hoe gaan politici dat oplossen? Want het is wel een gigantisch probleem. En dan te zeggen van oké, als je een goede cv hebt, kom je er wel. Ik kan me voorstellen dat dat voor jou niet voldoende is. Nee, want met een goede cv kom je er niet spontaan en automatisch. En heel veel jonge mensen die afgestudeerd zijn, die geen job vinden en lang geen job vinden. Daar ook heel moedeloos en ongelukkig door worden. Dus of allerlei interimjobs gaan doen. En, absoluut, maar steeds meer jobs zijn ook op die manier samengesteld. Ja. Niet enkel een tijdelijke job, maar nadat je dat hebt gedaan en je nut hebt bewezen, moet je telkens met 6 maand contracten via een interimkantoor opnieuw bij dat bedrijf gaan werken. En sommigen stapelen het ene na het andere heel kortlopende contract op. Die mensen die moeten niet naar een bank gaan om te zeggen ik wil graag een lening. Die zeggen excuseer, uw contract loopt af over 3 maanden. Dat het dan telkens wordt hernieuwd. Ja, daar kan die bank geen rekening mee houden. Dus ik denk faire contracten, maar ook in onze opleidingen veel meer stages inbouwen. In hoger onderwijs vind ik zelf, je hebt een aantal richtingen waar dat ook gebeurt. Ik denk aan de psychologie bijvoorbeeld. Ja. Maar er zijn heel veel andere richtingen waar je vaak academisch goed wordt geschoold, maar waar je je eerste werkervaring nog moet opdoen nadien. Ja. Je kan studentenjobs doen, maar dat is hoe meestal was dat niet voor jouzelf. Want je bent afgestudeerd, heb je dan ook interim gedaan? Ik heb eigenlijk altijd gewerkt in de horeca. Ja, van zodra ik 15 was, heb ik aan de zee. Ik heb in een hotel gewerkt. Eerst mocht ik de bedden verversen, de wc's kuisen. Dan mocht ik patatten beginnen schillen. En ik heb mij langzaam opgewerkt. Hè, dat was het. En wat was het toen? Daarna mocht ik terrassen, dat vond ik al plezant. Dan mocht ik ook in het restaurant werken. Ja. En na een tijdje achter de bar mocht ik alles staan. Dan mocht ik zelfs de rekeningen beginnen maken. Maar tegen dan was ik ongeveer afgestudeerd. Is dat ook een droom van jou dan? Ooit eens een café of een restaurant? Want Kermasje heeft nu iets Ze heeft met haar man iets geopend in Antwerpen, een café. Ja. Ik heb dat altijd heel graag gedaan. Horeca. Ja. Het grootste nadeel van horeca is, het is dat vind ik nog oké, maar je kinderen zien u niet. Ja. Als andere mensen vakantie hebben, moet jij werken. Ja. Zo'n hotel aan zee, dat is weekends, avonden, dat is vakanties. Dus misschien later, wie weet, als de kinderen het huis uit zijn, wie weet. Ik heb het altijd heel graag gedaan. Ja. Dus ik had wel bewezen dat ik, dat ik graag werkte. Ja. Maar ik heb, ook het geluk. Maar met een horeca, dan kom je Nee, natuurlijk niet, want het is een ganz andere soort werkervaring. Ja. Ik had het geluk dat er een vacature was bij de burgemeester in Gent. Ja. Voor iemand die communicatie wilde gaan doen. Ik had ook dat gestudeerd. Ik heb gesolliciteerd en weinig mensen hebben daarop gesolliciteerd. En ik kende de burgemeester ook, want die woonde in mijn straat. Dat was Frank Beeken. En ik heb toen een speech moeten schrijven voor hem, om te laten zien wat ik in mijn mars had. En hij was tevreden, ik mocht beginnen. Succes story dus, dan eigenlijk. Ik had heel veel geluk. Maar voor veel mensen werkt het niet zo simpel als dat natuurlijk. Dat moeten we altijd weten. En dan nog eens, want je zei net, die stage is een belangrijk ding. Maar als jongeren jou vragen van hoe ga je dat oplossen, die jongerenwerkloosheid, zijn die stages er mee of zijn er nog dingen? Nee, die stages is één iets wat ze minstens al kunnen laten zien, dat in de loop van hun opleiding ze ook ervaring hebben opgedaan. Meer nog, tijdens die ervaring bouw je een beetje een netwerk op, zie mensen wat je waard bent. Dat is zeker een meerwaarde. Maar je ziet vooral dat jongeren niet worden aangeworven omdat ze in verhouding tot hun productiviteit te duur zijn voor werkgevers. Ze hebben namelijk nog geen ervaring. Ze moeten wat inlopen. Ja. Ik vind het jammer dat hij niet altijd die kans wordt gegund. Maar als je ze gewoon voor de werkgever goedkoper maakt, dan ga je dat nadeel ook weer wegwerken. Wij doen dat voor jongeren, voor laaggeschoolden en 50-plussers, omdat die minst kans hebben op de arbeidsmarkt. Wij doen het niet voor iedereen. Ja. Daardoor kunnen we het sterker doen voor jongeren. Als je dat heel breed uitsmeert over iedereen, heb je dat effect niet. Bovendien, dan blijft de 40er nog altijd interessanter dan de jongeren, want die wordt evenveel goedkoper. Dus
daar willen we echt op die jongeren hard inzetten. Mm-hmm. En eens je dan die relevante ervaring hebt opgedaan, dan word je ook weer aantrekkelijker voor andere werkgevers. Ja. Dat is denk ik, want jullie slogan is sociale welvaart. Ja. Dus werk is daar één component van. Maar een andere die heel hard terugkomt is die gezondheidszorg, alles wat daarbij hoort. Leg eens uit, moeten we daar schrik voor hebben? Want ik heb een aantal campagnes gezien. Eentje, ik denk dat van de socialistische mutualiteiten was, van een man die zichzelf helemaal uitkleedt. Ja. redelijk straf. Alles mocht hebben, zei hij. Legde zijn onderbroek op de toog. Maar moeten we dat geloven? Komt er zoiets op ons af? Is dat reëel? Of, Als je ziet hoeveel bijvoorbeeld N-VA wil besparen in de gezondheidszorg, mm-hmm. dan komt dat budget overeen met alles wat wij per jaar uitgeven aan terugbetaling voor medicatie. Dat wil zeggen, vanaf nu betaalt iedereen de volle pot. Of, stel dat ze het op de ziekenhuizen willen doen, de volledige terugbetaling van de lichtdagprijzen, dan betaal je in de toekomst allemaal €450 per nacht in een ziekenhuis. Mm-hmm. Of, als je het nog ergens anders haalt, de honoraria van de specialisten. Dus dan betaal je daar ook weer de volle pot. Ja. Krijg je niet meer terugbetaald. Dus dat is waanzin hoeveel geld zij willen halen uit gezondheidszorg. Wij besparen daar een stukje, omdat we denken, ja. Je kan dingen vereenvoudigen. Je kan zorgen dat mensen bijvoorbeeld niet meer met doktersbriefjes heen en weer moeten gaan lopen. Maar bij hun is het wel elektronisch. Bij hen is het een zodanig bedrag dat je niet anders kan dan snijden in de zorgen zelf. Mm-hmm. En in de mate waarin ze worden terugbetaald. Ja, dat kan voor ons niet. Wij willen zelfs meer dingen terug laten betalen. Psychotherapie bijvoorbeeld. Dat is, mm-hmm. We moeten ook durven zeggen, 1 op de 4 jonge mensen maakt een depressie of iets soortgelijks ja. door vandaag. Ja. Dat is een waanzinnig probleem, wordt niet over gepraat. Maar 1, we moeten dat gesprek hebben. Hoe komt dat? Wat kunnen we daaraan doen? Maar 2, je moet ook therapie toegankelijk maken voor mensen. Dat lukt niet als je tientallen euro's uit je eigen zak moet betalen. Dus voor ons moet er meer geld gaan naar dat soort dingen. Ik ga een bruggetje maken met die psychotherapie, omdat een vraag die altijd terugkomt bij ons gaat over softdrugs, over marihuana. Mm-hmm. Legalisering daarvan. In jouw partij, denk ik, is het gestemd door de jongeren weliswaar, want ja. jullie waren niet allemaal even enthousiast erover. Maar het staat er wel in natuurlijk. Ja. Zowel Hilde Krevits, waar we mee gesproken, en Bart de Wever waren echt heel radicaal erover. Ze zijn ook van, ja, dat is gevaarlijk, er leidt ook tot psychoses, we zijn er radicaal tegen. Verdedig dat nu eens, die marihuana? Of leg eens uit van waarom wel legaliseren? Oké. Okay. Dus waarom hebben de jongeren dat bij ons op de agenda gezet? Dat ze zeggen, kijk, bij ons staat het in de strafwet, tegelijk is er een gedoogbeleid. En we zien dat het niet heeft geholpen om mensen minder drugs te laten gebruiken. Ja. Ze zeggen, ja, wij zien ook dat er toch een belangrijk verschil is in schade die je jezelf kan toebrengen tussen softdrugs en harddrugs, die cannabis en gevaarlijke vormen van drugs. Bovendien zegden zij, en ik denk dat ze daarmee de zaal een stukje nipt, maar toch hebben overtuigd, dat op die manier ze ook beter kunnen controleren wat er precies in dat spul terechtkomt. Dat ze ook beter zicht hebben op wie er gebruikt. Dat je dat uit die gevaarlijke kanalen haalt. Kanalen waar men er ook baat bij heeft, dat je misschien op een dag overstapt naar iets anders enzovoort. Ja. Tegelijk besef ik ook dat het veel schade kan aanrichten. Maar wat mij een beetje stoort, is dat diezelfde partijen die zo hard tegen het eventueel legaliseren van cannabis of toch over nadenken, dat die partijen wel hebben tegengehouden dat Lorette Onklings federaal een plan op tafel kon leggen om het alcoholgebruik aan banden te leggen. Terwijl 1 op de 2 mensen die opgenomen is in de psychiatrie, is alcoholverslaafd. Ik drink graag ook een glas. Mm-hmm. Maar we mogen niet doen alsof er geen grote problemen zijn met alcoholverslaving. En ik vind het een beetje flauw dat als je dan zegt, oké, we willen geen alcohol meer laten verkopen in restaurants naast de snelwegen bijvoorbeeld. Mm-hmm. We willen dat verbieden via automaten. We willen zorgen dat het moeilijker wordt. En dat het toch minder evident is, dan zeggen al die rechtse partijen, nee, dank u, daar doen wij niet aan mee. Ja. En ik vind dat heel hypocriet en heel gevaarlijk, dus ik wil het gesprek gerust voeren. Ja. En misschien is legaliseren van cannabis geen topidee, maar ik weiger te aanvaarden dat alcohol allemaal oké is, dat drugs per definitie een probleem zijn en dat we maar moeten alles laten zoals het is, want er zijn problemen. Ja. Ja, wat je daarnet aanhaalt, die hypocrisie, dat voel je toch bij heel veel jonge mensen terugkomen. Die zeggen van, ja, ik snap het niet. Het is relatief sociaal aanvaard bij veel mensen. En als je de gevolgen ziet, ja, de modellen die op dit moment werken, zoals in Denver bijvoorbeeld, in Colorado is het gelegaliseerd, in Uruguay, hebben ze eigenlijk ook heel de overheid de controle gegeven, plus ook de inkomsten. En dan, dat is iets wat jonge mensen soms niet begrijpen, die tweespalt. En heb ik bij jullie een beetje het gevoel van, ja, ze...
hebben het nu gestemd, maar ze willen het niet. Ja. Heb je zelf voorgestemd eigenlijk voor mij of tegen? Ik zat toen niet in de zaal. Handig. Dus ik ben binnengekomen en ik zag dat er grote consternatie was. Ja. Maar wat zou je gestemd hebben? De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik het zelf ooit eens heb voorgesteld. Een veertiental jaar geleden, maar dat ik nu wellicht niet zou voorgestemd hebben. Waarom niet? Heel eenvoudig, omdat ik denk dat... maar ja, dat is ook wel een stuk berekening. Ten eerste dat dan alle aandacht in je congres daar verder naar zal gaan, wat ook het geval was. Dat was een beetje ongelukkig. Je weet bovendien dat andere partijen daar niet over willen spreken. Ja, maar het is dus het is wel een beetje jammer dat daardoor... Ja, het is een beetje gekaapt daardoor. Maar ik vind wel dat we het gesprek moeten voeren, want het is hoe we nu omgaan met alcohol, vrijheid, blijheid, alles is normaal en cannabis, dat is het grootste probleem ter wereld. Ja. Daar ben ik het niet mee eens. Heb je toevallig dat filmpje gezien van N-VA West-Vlaanderen? Ja, ja, ja. Onwaarschijnlijk. Er zit de scène in. En dat is een SPA. SPA wil cannabis legaliseren. En dan komt er iemand... Gezien. Ja, ik weet niet een wat dat... Een heel verward sujet, zeg maar, komt dan uit de bossen gewandeld. Ja. En roept weg met het kapitaal. Ja, ja leven... ik weet het niet. Hey, mijn persoonlijke indruk was dat Mark de Scheermaker, die dan toch ooit de baas van NMBS was... meer aan de drugs zat met dat uniform dan die mens, maar bon, dat kan maar mijn ja, ik vond het filmpje was ook, ja, ik heb een paar keer moeten lachen, maar omdat ik mijn ogen niet kon geloven, daar hadden ze dan twee West-Vlamingen gezet die aan het vissen waren. Ja. Die zeiden, oh, fantastisch vissen, wij zijn al 18 jaar aan het dokken, zo kunnen we elke dag vissen. Want je hebt getweet, je tweette daarover, van dit is hoe N-VA de werkloos natuurlijk, want Bart De Wever zegt dan eerst, iedereen met een cv die wil werken, die heeft werken. Ja. Niet waar, hè. Dan nuanceert hij, zoals ze dat de hele tijd doen bij N-VA, de dag erna. Zo had ik het niet bedoeld. Het is de schuld van journalisten. Ze hebben het fout weergegeven. Ja. Een uur later staat dat filmpje online waarbij ze die twee mensen laten zeggen oh, wij vissen al 18 jaar, leuk, we gaan aan de dop. Tuurlijk werken we niet. Fantastisch systeem. Dan denk ik, jongens, alsjeblieft. Zo zien jullie dus mensen die zoeken naar werk. Hè, allemaal als profiteurs. En ik vind het verschrikkelijk kwalijk. En het was ook voor mij nogal een eye-opener om te zien dat Geert Bourgeois meedeed aan het filmpje. Ja. Omdat ik dat wel altijd een ernstig man heb gevonden. Iemand die niet vervalt in platitudes. Dus ik ben het niet eens met wat hij zegt, maar zo plat als daar in dat filmpje heb ik hem nooit zien gaan. Ja, ja. We kunnen van alles nog zeggen over het filmpje. Maar, iets helemaal anders. Maar deze week ook in jouw provincie hier. Een jongen in Hammen die aangevallen is. Ik weet niet of je het gevolgd hebt. Met knuppels, met spijkers in. Wat me dat, op zich is sowieso al een verschrikkelijk incident, maar ik zag reacties op sociale media, op Facebook. Het gaat natuurlijk wel over iemand van de Turkse gemeenschap daar. En heel veel mensen kwamen eigenlijk tot de essentie van hun kritiek op hoe het nu loopt. Van ja, er is wel nog gigantisch veel racisme en we moeten daar wel eerlijk in zijn dat dit... het heeft wel een link. Je kan niet zomaar doen alsof het er niet is. Nee, ik vind eigenlijk heel erg dat zoveel mensen doen alsof het niet bestaat. Hè. Je zag dat ook in het interview met Lisbeth Homans deze week, waarbij ze blijft herhalen dat racisme allemaal heel relatief is. Want ze moet toch ook kunnen zeggen aan een allochtoon dat hij niet met zijn voeten op de bank moet zitten. Waarmee ze twee hele foute dingen doet voor mij. Eén, doet alsof het de allochtonen zijn die met hun voeten op de bank zitten. Ik kan nu wel meer mensen aanduiden die dat alles doen. En dat is inderdaad niet wat je moet doen. En twee, ze reduceert racisme tot het helemaal omgekeerde. Namelijk, ik wil niet uitgescholden worden voor racist als ik tegen iemand zeg, haal uw voeten van de bank. Waarna de journalist vraagt, ja maar... U geeft toch toe dat er structurele vorm is van racisme. Zegt u, ja, nee, ik weet dat zo niet. Dat zal misschien wel bestaan. Maar ik ben ervan overtuigd dat elke Marokkaan die zijn best doet, dat hij alle kansen heeft en krijgt. En dat is gewoon helemaal niet waar. En als je ziet dat allochtonen, naarmate ze hoger geschoold zijn, Turken, Marokkanen, mensen van buiten de EU, hebben ze minder kans op werken in vergelijking met hooggeschoolde Belgen. Dan als je de laaggeschoolde bekijkt. Dus twee laaggeschoolden, Belg en niet-Belg. Oké, de niet-Belg heeft wat minder kans, maar die mag ook werken in de kippenkwekerij of die mag ook aan de band staan in de fabriek. Maar als we gaan naar functies die voor mastersmensen die hoog opgeleid zijn, dan heeft 8, 9 op de 10 EU-burgers een job en minder dan 1 op de 2 niet-EU-burgers met hetzelfde diploma die voor dezelfde job solliciteren. Ja. Dan denk ik, jongens, stop toch met doen alsof er niets aan de hand is. Daar moet dringend iets aan gebeuren. Ja. Wat zijn jullie oplossingen daar? Ik vrees dat...
na vele jaren van hopen dat door positieve beeldvorming, mensen met een migratieachtergrond die meedoen in thuis en in familie, dat soort dingen, campagnes. Het is niet genoeg, nee. Racisme is duidelijk ook strafbaar. Het is allemaal niet genoeg. Dus ik denk dat je moet durven overwegen om ook bij het solliciteren te gaan werken met anonieme sollicitaties, praktijktests misschien, waarbij wordt gecheckt of er in een bepaalde sector niet veel wordt gediscrimineerd. Je stuurt gelijke cv's in. Eén ervan heeft een vreemde naam, de andere niet. En kijken of die ene niet wordt uitgenodigd, de andere wel. Als dat zo is, moet je gaan spreken met werkgevers en vakbonden. Moet je een cao's laten opnemen wat men daaraan gaat doen. Dat is wel meteen een stapje verder. Je sluit die bedrijven uit, zolang ze het niet correct doen voor overheidsopdrachten, wat mij betreft. Mm-hmm. Ik denk dat je toch een duidelijk signaal moet geven dat het niet kan op die manier. En we wachten al heel lang, we wachten sinds Zwarte Zondag op een kentering. Ja. Ze komt er niet spontaan. En tenzij je dus een aantal maatregelen neemt, zal ze ook niet komen. En we hebben een ganse generatie van jonge mensen met een migratieachtergrond die er helemaal moedeloos van wordt. Je mag ze niet achterlaten. Ze willen mee bijdragen aan deze maatschappij, aan onze welvaart. Geef ze die kans. Ja, dan zie je wel dat de meest populaire politica van het moment is Margie de Blok, met een heel streng asielbeleid eigenlijk. Is dat zo een van die punten waar je van zegt, oké, het is misschien maar 20% van Vlaanderen waarvoor dat we het dan doen en 80% zal misschien tegen zijn, maar daar gaan we wel voor vechten? Of? Nee, ik denk dat de meeste Vlamingen absoluut niet racistisch zijn. Dat is mijn overtuiging. De meeste mensen zijn niet racistisch. De meeste mensen willen niet dat er gediscrimineerd wordt. Want vandaag is het de man die van elders komt. Morgen ben jij het omdat je te jong bent. Of is het je vader omdat hij te oud is om nog een goede job te krijgen. Is het misschien je moeder omdat ze liever mannen dan vrouwen aannemen. Ja. Er zijn groepen van mensen die gewoon minder kansen krijgen op een bepaald moment. Maar deze groep, die mensen met een migratieachtergrond, bij hen is het zo overduidelijk dat ik denk dat je moet optreden. En niet iedereen zal dat even graag horen. Dat zal ook wel een reden zijn waarom er partijen zijn die doen alsof het niet bestaat, racisme, en alsof het allemaal heel relatief is. Ja. Het is niet relatief, hè. Als je leven wordt gedomineerd door het feit dat je er anders uitziet als een ander en dat je daardoor minder kansen krijgt, dat jouw kinderen minder kansen dreigen te krijgen, daar is niks relatief aan. Ja, oké. Okay, dat is een heel duidelijk standpunt. Ja. Wat mij opviel bij SPA ook, en dat is ook misschien niet helemaal typisch voor Vlaanderen, De kreet merci Elio. Bedankt Elio voor die regering. Was een geweldige scène, denk ik, in Jammers die ik gezien heb, toen Di Rupo in Oostende bij jullie op bezoek kwam. Maar je hebt hier op de Vrijdagsmarkt ook weer dat ook gezegd. Is dat echt iets dat je aan de Vlamingen kunt zeggen van bedankt Elio, want het was echt een goede regering? Ja, ik vind dat ook echt. Die regering heeft op een verschrikkelijk moeilijk moment, waar overal in Europa de statistieken voor armoede de lucht in zijn gegaan, waar het heel fout ging met de economische groei, zijn zij er toch maar in geslaagd om een beleid te maken dat nu weer de groei doet aantrekken, om ervoor te zorgen dat de armoede hier niet is toegenomen. En ze hebben ondertussen een aantal toch wel straffe beslissingen genomen. Het wegwerken van discriminatie tussen arbeiders en bedienden, denk ik, heel knap. Maar evengoed wat John heeft gedaan in fraudebestrijding. Dat is de eerste keer dat het zo ernstig wordt genomen. Ze hebben daar hard op ingezet. De energieprijzen aangepakt, de markt een stuk opengebroken. Ja, ik vind dat er heel veel is gebeurd, dat we daar echt fier op mogen zijn. En dan dacht ik, ja, misschien wringt het dan wel voor jou een beetje, want ja, jij zat in die Vlaamse regering en eigenlijk wordt in jouw partij wel die federale meer in de bloemetjes gezet. Is het terecht dan? Of? Ik vind het terecht omdat het die federale regering is die heel de tijd verguisd wordt. Ja. En die hebben op 2,5 jaar tijd heel sterke dingen gedaan. En het is ook heel gemakkelijk. Dat was het kappen lelijke op eentje Rupo, die nu de zwanen geworden is dan. Voor mij wel, hè, ja. Want het is ook heel gemakkelijk kappen op die Rupo, de Waal die aan de overkant zit, die zich nauwelijks kan verdedigen. Het zal zeker wel goed vallen bij een aantal mensen, hè, dat externe vijandbeeld. Maar de waarheid heeft ook haar rechten. En ik denk dat deze federale regering zeer veel bakens heeft gezet. Dat ze vrij visionair is geweest. En dan vind ik ook, al zat ik in die Vlaamse regering, dat ik dat moet kunnen zeggen. Ja. Een van de dingen, nu schaam ik me bijna om erover te beginnen, maar mobiliteit en dan zeker Antwerpen met de PAM. Mensen zijn echt niet meer mee met heel dat dossier, denk ik. Niemand is nog mee, denk ik. Wat ik begrijp is dat ze allemaal nu zeggen, we moeten en de files oplossen en iets doen aan de luchtvervuiling. Ja. En dus in een ander overkappen. Ja. Oké, wat ik niet begrijp is dat ze daar allemaal zo ruzie over blijven maken. Hier in Gent, hè, zijn de mensen het ook een beetje beu. Ja. Die denken, wacht, wij willen hier bijvoorbeeld een flyover afbreken. De brug die de autostrade tot recht in ons centrum leidt. Ja.
Het is helemaal niet zo duur, het is ook goed voor de luchtkwaliteit. We willen er een park maken. Ik ben voorstander, dat ik kom vlakbij, dus ik zou zeggen, doe maar. Ja, dat gebeurt dan niet, of nog niet, dat ik denk... Kom aan, het gaat ook niet altijd allemaal over Antwerpen en al die miljarden die ze dan krijgen. En ze doen niet anders dan ruzie maken over hoe ze ze gaan uitgeven. Dan denk ik, stuur ze maar naar hier. Hè. We willen de Dampoort ondertunnelen, de Heuvelpoort, we willen de flyover afbreken. Ik heb nog wel een aantal ideeën. En we gaan er geen ruzie over maken. Hè. We zijn het er allemaal over eens. Dus ik vind, jongens, los het daar eens op. Hè. Kom overeen, ondertunnel, overkap iets. Maar allee, ik vind het als niet-Antwerpse... redelijk onbegrijpelijk allemaal. Ik denk dat ze het een beetje gebruiken om zichzelf te profileren en niet meer, dat het niet meer echt over die zaak gaat. Ja. Nee, ik ben blij dat u het zegt, want ik heb in dat dossier ook heel hard gevoel van kijk, dit is echt Antwerpen zoals we het op zijn slechts kennen. Laat ik zeggen, de parking heeft ook haar rechten. Ja, hè? Parking heeft haar rechten. En het wordt tijd dat we dat ook een keer zeggen. Oké, een andere lastige die terugkomt bij jonge mensen zijn die gasboetes. Hm? Dat is ook zoiets dat... waarom vragen veel jonge gasten zich af? Ja. En moeten we daar niet iets, moet de politiek daar niet iets aan doen om dat te stoppen? Ik ben absoluut voor een verandering. Wat ik graag zou willen, is dat gasboetes nog maar mogen worden gegeven in 3 heel concrete gevallen. Dat is wildplassen, sluikstorten, vandalisme. Okay, dingen die je eenvoudig kan vaststellen. Ja. Waar je inderdaad ofwel een gesprek aangaat met de jongeren en ziet hoe je daarmee omgaat, eventueel een boete oplegt, maar voor niks anders. Hè. Het is een goed idee om het daarvoor te hebben, want je kan snel optreden tegen dat soort dingen die makkelijk vermijdbaar zijn. Vuilnis kan je ook in een vuilzak stoppen, plassen kan je ook in een toilet, hè. Ja. Dat is evident. En je hoeft daar ook het gerecht niet mee te belasten. Hè. Ze hebben werk genoeg. Maar al de rest vind ik redelijke onzin, wat gebeurt met die gasboetes. Dank u, ja. Dat vinden de meeste jongeren ook. Dus het is goed, dat is duidelijk. Een andere, maar dat is dan echt heel andere kant van het spectrum, is klimaat. Ja. Waar ook wel veel jonge mensen van wakker liggen van, wat gaan we daaraan doen? Is daar een actieplan? Beweegt daar iets? Want dat komt wel vrij snel op ons af, precies. Ja, absoluut. Ik vind dat er te weinig beweegt. Europa is ook iets minder ambitieus geworden dan vroeger. Ik weet ook, toen ik minister van Leefmilieu was, moesten we de lasten verdelen voor Kyoto. Lasten verdelen is afspreken wie gaat hoeveel reduceren in uitstoot. Dat hebben we toen gedaan. En ik vind dat Europa nu te weinig inzet ook op die klimaatverandering. Dat ze ambitieuzer moeten zijn. Zelf is het ook hard knokken voor een partij als de mijne. Een rode partij, maar goed, rood-groen toch in haar programma. Om zeer veel te kunnen realiseren. Ik zie dat op eigen bevoegdheden kan je veel doen. Je kan mensen, we hebben 1 miljoen premies uitgedeeld om huizen energiezuiniger te maken. Nieuwbouw is zuiniger geworden. Hernieuwbare energie, een boost, 2 keer zoveel groene stroom geproduceerd. 3 keer zoveel windmolens worden aangebouwd per jaar dan de vorige legislatuur. Maar niet iedereen is even gevoelig voor het thema. Ja, dat merk ik ook wel, dat moet ik wel herkennen. Dus het was eigenlijk niet zo'n groene Vlaamse regering dan? Voor mij was ze niet groen genoeg, nee. Ja. Op veel dossiers heb ik gepleit voor groener. Ja. En je landt altijd ergens, want je moet besturen. En het is absoluut groener geworden daardoor. Maar van mij had het ambitieuzer gemogen dan dat. Ja. Misschien even terug naar die campagne. Ik kan me voorstellen, zo een nieuw zijn ze niet allemaal, maar toch een recent fenomeen zijn de communisten, PvdA. Die eigenlijk in peilingen misschien wel in Antwerpen waarschijnlijk een zetel gaan halen. In Oost-Vlaanderen misschien. Mm-hmm. Hoe kijk je daar? Kom je ze soms tegen op markten en zo? Elke keer als ik op een markt ben, kom ik ze tegen. Ja. Ik praat meestal ook even met die mensen. Ja. Maar dat kan toch soms wel vijandig, of niet? Nee, op de markten tussen mij en die mensen niet. Ik nee. Ben daar absoluut vriendelijk. En zij ook. Ja. Dus daar kan ik niet over klagen. Mijn grootste probleem met stemmen voor PvdA is dat telkens er geen zetel wordt gehaald. Ja, dat evengoed 4 verloren procenten kunnen zijn, dat zijn dan stemmen die niet worden meegeteld voor de rest. Hè. Dus dat is niet zo bij Groen bijvoorbeeld. Hè. Dus voor mij is het heel simpel. Ik probeer iedereen te overtuigen over SPA te stemmen, maar als het mij niet lukt, dan gun ik de stemmen aan Groen. Hè. Zegt u dat ook dan? Ik heb vandaag nog ben ik een koffie gaan drinken na mijn marktbezoeken. Ja. Er was een dame die twijfelde tussen rood en groen. Ja. Ik heb uitgelegd... waarom ik dacht dat ze misschien best voor ons zou stemmen.
heel eenvoudig, omdat we dan aan zet zijn om een federale regering te vormen samen met PS en groter kunnen zijn dan N-VA, maar het spant erom. Ja. Maar dat als ze niet voor SPA zou stemmen, dat ik Groen vind ik absoluut de tweede beste keuze. Het is ook de partij waar ik op zou stemmen als ik niet op de mijne zou stemmen. Dus, en zij halen wel een zetel, ja. Dus het is geen verloren stem. Ja, links wordt er groter door in een parlement. Ja. Door te stemmen op PvdA wordt links in het parlement niet groter, want ze halen op de meeste plekken wellicht geen zetels. Dan denk ik, jongens, dat zijn heel veel verloren percenten die als je die toevoegt, liefst aan SPA, maar anders verdeeld over SPA en Groen, die ons misschien in staat stellen elke zetel meer te halen of twee zetels meer. Dat maakt echt een verschil dan. Oké, maar... Geef mij toch ook eens een inhoudelijk argument, want ik vind, oké, dat is een heel praktische afweging. Ja, inhoudelijk, ik ben geen communist. Hè. Nee. Voor mij is het wat extreem zelf. Maar mensen mogen gerust een heel extreem links gedacht hebben. Wat ik ook merk is dat zij een publiek aanspreken dat ook gevoelig is, gek genoeg, voor de boodschap van Vlaams Belang. Ja. En dan denk ik, ja, veel liever dat ze extreem links gaan dan extreem rechts. Ja. Maar toch blijf ik het jammer vinden dat die stemmen verloren gaan achteraf bij de verdeling van zetels. Ja. Aan Groen zijn ook. Er is plots een soort van hernieuwde liefde tussen SPA en Groen. Mm. Van der Lotte zei, denk ik, vanmorgen in een krant ook van ik zou eigenlijk graag wel een regering met hem vormen. Terwijl Bruno de Bak nog een tijdje geleden daar veel heftiger tegen stond. Hebben jullie daar even veranderd zo van we zijn fout bezig? Nee, voor mij is natuurlijk ook niks hernieuwd aan de liefde, want in Gent heb ik een kartel kunnen maken met Groen. Ja. Ik heb daar 10 jaar op gehoopt en uiteindelijk is het gelukt, hè, maar het heeft ook te maken met het feit dat Philippe Pathé en ik elkaar wel echt vertrouwden. Ja. Ik ben sowieso heel hard voor een samenwerking tussen Rood en Groen. Ik geloof daarin, ik zie ook dat het er in Gent beter op wordt. Ik ben fan. Ik ben ook blij dat Johan die boodschap heeft gegeven. Mm-hmm. Zelf hoop ik natuurlijk ook op samenwerking met Groen. Absoluut. Hoe meer linkse stemmen in een parlement en hopelijk, wie weet, in een regering, hoe liever ik het heb, hoe gemakkelijker voor ons ook om wordt dat punten binnen te halen. Een coalitie met 4 partijen of zo? Dat kan je heel moeilijk voorspellen. Omdat je de situatie hebt dat op federaal niveau, dat je niet weet wie eerst aan zet zal zijn. En dat je ook niet weet hoe constructief iedereen gaat meewerken. Ik verwacht niet dat N-VA een ernstige poging zal doen om een stabiele federale regering te maken. We hebben een kandidaat-premier sinds gisteren. Ja, dus, Oké, maar jullie gaan daar wel, want jullie hangen wagon wel aan die roep, hoor ik je daarnet zeggen. Hè. Dus het gaat echt wel over samen de meeste zetels hebben, de grootste familie. Het spant er echt om. Hè. Ja. In een aantal peilingen is de socialistische familie groter dan N-VA en een aantal andere kleiner. En de vraag is natuurlijk, wie kan er zijn telefoon pakken? Hè? Bart Wever zegt de hele tijd, ik pak zondagavond mijn telefoon en ik bel de rechtse partijen op. Ja, misschien kan Di Rupo wel zijn telefoon pakken, hè? Ja. Dat is nog een optie. Maar dan moeten wij ook goed scoren natuurlijk. Hè? Op zijn eentje gaat het daar niet klaren. Maar ik wou even toch voor onze kijkers, is politiek dan echt s'avonds telefoneren en zeggen... Natuurlijk wordt er snel gebeld. Wat mij heeft gechoqueerd is dat aan Vlaamse zijde de partijvoorzitters elkaars telefoonnummer niet bleken te hebben. Als je die programma's volgt, dus Schild en Vriend bijvoorbeeld, dan blijkt dat ze elkaars nummer niet hebben. Hoe kan je nu denken dat je over een tijdje een regering kan vormen als je elkaar voordien eens niet spreekt? Ook gewoon een redelijk contact onderhoudt met elkaar. Dat doen ze niet. Ik vind dat eigenlijk een fout. Een beetje verzuim zelfs van redelijk wat mensen. Ja. Ze gaan het wel moeten doen. En dan is het ook belangrijk dat je partners hebt met wie je kan bellen en met wie je discreet kan spreken. Heb jij Bart Wever zijn nummer? Nee, ik heb het denk ik van alle andere partijvoorzitters. En bij de N-VA. Ja, maar ik ben geen partijvoorzitter. Nee, okay, ik heb wel de nummer van... Ja. Lisbeth Homans, Philippe Muiters, Geert Bourgeois, ik wil jou... Dat is altijd, Jan Peumans, mijn favoriete N-VA. Ja. Is dat zo? Is dat jouw favoriete? Ja, absoluut. Okay, waarom? Hij is zeer rechtuit, zeer eerlijk. Hij is de meest sociale der N-VA'ers. En hij is ook een beetje groen. Ja. En hij is ook een parlementsvoorzitter die het parlement veel ruimte heeft gegeven, wat ik belangrijk vind. Ja. Hij heeft een beetje meer dynamiek ook gekregen in het Vlaamse parlement. Dus... Dat is goed. Dus ik kan heel veel N-VA'ers bellen, maar niet iedereen. Oké, ik ben even aan mijn lijst aan het kijken wat ik nog was van vragen.
ja, ik kom er nog even op terug, maar die filmpjes in de campagne zijn wel een fenomeen. Je had die man met zijn... Die hem dus uitkleed, omdat hij allemaal... Maar je had ook de kettingzagen en de hakbijlen van de Index. Ik denk dat dat een van Johan van der Lanotte was. Ja, van Johan en John. Mogen wij nog zo'n filmpje verwachten? Ik heb een paar filmpjes, een viertal, die ik zo de ene na de andere wat lanceer. Maar het zijn eigenlijk brave filmpjes in 30 seconden die u uitleggen waarom we de dokter goedkoper maken, de tandzorg terugbetalen. Ja, die heb ik gezien. Ja. Eerder vriendelijke filmpjes. Ben je dan zelf er wel in veranderd? Want er waren tijden dat jij eigenlijk een campagne enorm opviel, dat je de aandacht trok, dat je ook wel echt in het middelpunt stond. Zo. Ben je zo wat rustiger geworden? Een glas water ook? Ja, je moet zorgen dat ik je oplet wat ik vertel. Ja, natuurlijk heeft de politiek mij een stuk veranderd. Hè. Ja. Ik pak het ook anders aan dan vroeger. Ik heb wel geprobeerd een heel krachtige campagne te voeren, heel aanwezig te zijn ook in deze campagne. Ja, maar anders zelf ben ik. Maar, niet meer, ik ben ook ouder en wie weet wijzer geworden. Ja. Ik probeer ook niet meer te doen alsof ik 23 ben. Er zijn dingen die passen bij momenten in je leven en andere dingen die dan beter passen. Huh? Maar zie je jezelf zo oud worden in de politiek? Of is dat zoiets waar je van zegt? Nee, ik heb altijd gezegd... dat ik graag meerdere dingen wou doen in mijn leven. Ja, je wou journalist worden, dacht ik. Heb ik dat niet gehoord? Ja, maar dat zal niet lukken, want niemand gaat nog geloven dat ik iets objectief kan schrijven. Dus dat is denk ik geen echt mogelijke overstap. Ja, maar de anderen hebben minstens... Ja. Dat is niet helemaal waar, hè. Arianna Huffington bijvoorbeeld in Amerika. Juist, ja. Heeft een heel duidelijk standpunt, een mening. Ja. Heeft wel een van de grootste sites van de VS gebouwd. Dus ik zou zeggen... Ja, wie weet. Als je dat wilt, zijn er mogelijkheden. Ja. Nee, ik denk, je hele leven aan politiek doen, er zijn zo mensen, echte veteranen, waarvan je denkt, dit is één verkiezing te veel. En dat wil ik nooit meemaken. Ik wil nooit meemaken dat mijn partij denkt, tju, wat moeten we nu doen? We zouden liever niet meer hebben dat, maar ja, we hebben ook het hart niet om. Je moet dat moment voor zijn. Freddy, dat moment is er nog niet voor mij, maar ik wil het wel altijd voor zijn. Ja. En je zei dan van die campagne... Is eigenlijk leuk omdat die tegenstellingen nu komen. Ja. Is dat iets dat je graag doet? Na zo'n 5 jaar beleid, nu is het terug echt... Ik heb het wel heel bewust niet gedaan terwijl ik bestuurde. Ik heb enkel gecommuniceerd over mijn beleid. En dat ook heel consequent gedaan en daarbij gebleven. Een beetje ruimer af en toe voor mijn partij. Maar ik heb dan nooit de polemiek gezocht. Maar nu is het wel mijn taak om keihard... Ja, te vechten voor mijn partij, voor waar ik in geloof. En dat gaat heel breed. En dan zoek je ook die controverse mee op inhoudelijk. Ik heb, denk ik, op geen enkel moment op de man gespeeld. Maar inhoudelijk, ja, wil ik heel graag die clash van ideeën naar buiten brengen. Dat mensen tonen waarom het zo belangrijk is dat ze overwegen om voor ons te stemmen. Dus ik doe dat heel graag. Maar je mag ook taken niet met elkaar verwarren. Als je moet besturen, moet je besturen. En dan helpt het jou niet als je ruzie zoekt met de man tegenover je, met wie je achteraf een vergelijk moet vinden. En als je nu even naar jongeren toe, naar jonge mensen die moeten gaan stemmen, en je zei daarnet van oké, je moet overtuigen wat essentieel is. Wat is de essentiële boodschap die jij hun wilt geven? Waarom moeten zij voor SPA kiezen? Omdat ik denk dat we een partij zijn die durft dingen te herdenken. Hè. Want natuurlijk, je hebt de obvious dingen. Hè. We geven ze wat meer ruimte door belastingen te verlagen en zo. Maar iedereen kan dat soort mercantiele lijstjes maken. Soms moet je ook dingen durven herdenken. Ik denk aan de job waar je steeds vaker, omwille van het fiscaal interessante systeem voor de werkgever, een auto meekrijgt. Ja. Veel jonge mensen denken, ja, die auto, zeker zo'n dikke auto dat vaak is, die hoeft voor mij niet. Maar die zijn bijvoorbeeld wel bereid om dichter in de buurt van hun werk te gaan wonen. Nu is er een werkgeversorganisatie in Brussel die zegt, waarom zouden wij werkgevers de mensen niet laten kiezen tussen een auto of een abonnement op de trein en een stuk meebetalen van een lening als ze in de buurt van hun werk gaan wonen. Ja, dat is natuurlijk een veel slimmer idee. Dan sta je ook met z'n allen veel minder in de file, want je woont dichter bij je werk. Je verplaatst met openbaar vervoer. En het is makkelijker om een huis te gaan kopen. Dus ik denk dat we wel een partij zijn die openstaat voor dat soort van nieuwe ideeën. Ongeacht uit welke hoek ze komen. Dat is nu in het werkgevershoek. Ik vind het een super idee. Dus ik denk dat jongeren bij ons wel een luisterend oor kunnen vinden voor dat soort van herdenken van dingen, systemen. Ja, want nu gaan we dan toch nog eventjes op de inhoud. Maar een eigen huis is...
was jaren voor de socialisten ook een van de punten van oké, dit is belangrijk, maar wat je ziet toch in een jonge generatie is dat eigenlijk niemand nog een huis kan kopen zonder steun van zijn ouders. Ja, zwaar. En zelfs dan nog, in Gent hier, probeer maar eens een huis hier te vinden. Dat is heel lastig. Hoe kan je zoiets aanpakken? Ja, daar hebben we een aantal voorstellen voor. De eerste is, de woonbonus moet voor ons anders. Vandaag is het zo dat ik veel meer geld terugkrijg als ik een huis koop dan wanneer de jonge beginnende leerkracht hetzelfde huis koopt voor hetzelfde geld. Dat is omdat hetgeen je terugkrijgt van de belastingen wordt berekend op basis van de hoogste belastingsschaal waarin je valt. Hè. En dus krijg ik honderden euro's meer terug dan iemand die het geld niet heeft. En ik heb het niet nodig. Ja. En dus zeggen wij, geef iedereen gewoon gelijk terug. Hè. Doe dat allemaal op een gelijk percentage. Dan verlies ik 150 euro per jaar, maar dan wint die jonge afgestudeerde mens 450 euro per jaar. Dat is een eerste stukje. Mm-hmm. Tweede voor ons is sociale leningen. Moet je echt blijven heel hard ondersteunen. We hebben daar opnieuw budget voor bij moeten voorzien. Ja. Banken wijzen jou gewoon de deur als je geen geld mee hebt van thuis uit. En om een huis van 200.000 euro te kopen, gaat het al gauw om 60.000 euro die je mee moet hebben. 20% van je huis moet je zelf betalen, dan je registratierechten. Ja. Komt er de notaris nog eens bij? Die willen we trouwens ook afschaffen, die notaris. Voor een huis te kopen, daar is niks ingewikkeld aan. Kan je ook gewoon dan terecht bij een overheid. Heb je daar veel kwaaie reacties op gehad? Ik heb heel veel reacties gehad. Vooral blije reacties van mensen die denken, ja inderdaad, die duizenden euro's voor die notaris. Ja. Ik vind notarissen zeer degelijke mensen, goed geschoolde juristen, maar die moeten er zijn om fusies tussen bedrijven, ingewikkelde erfeniskwesties aan te pakken. Ze zullen altijd nodig zijn, ze zullen geen boterham minder moeten eten, maar om een huis te laten aankopen, sorry, maar dat is een copy-paste van een standaardcontract waar je wat andere namen invult en attesten die je opvraagt bij de overheid. Ja, dat moet anders kunnen en veel goedkoper. Ja. En is het dan realistisch om dat door ambtenaren te laten doen? Kijk, voor mijn part, als de notarissen bereid zijn om de prijs door vier te delen, mag het ook door notarissen. Hè? Ja. Maar wat ik niet oké vind, is dat ze zeggen, dat maakt een groot deel van ons zakencijfer, neem het ons niet af. Ja. Dat is hetgeen waar ze minst tijd aan moeten besteden in verhouding tot de grootste verdiensten. Dat is niet oké, dat is niet normaal. Dus als ze bereid zijn een heel stuk van hun prijs af te doen, want dat wordt vastgelegd door de overheid, mogen ze dat van mij gerust blijven doen. Maar het is niet normaal dat je er 4.000 euro voor moet betalen. Dat is niet de hoeveelheid werk die ze erin stoppen, helemaal niet. Is dat is zoiets van ancien regime zo? Dat nog ja, dat is zo'n overblijfsel, een relict uit de oude tijd, waarvan je denkt, mochten we het vandaag moeten uitvinden, we zouden het nooit zo doen. Ja. En we zouden er ook niet die prijzen op kleven. En soms moet je dat soort dingen durven in vraag stellen, herdenken. We gaan heel vaak uit van wat is, is, en we voegen er wat aan toe. Ja. Maar soms moet je wat bestaat ook gewoon durven anders doen. Maar dan denk ik zo van, ja, goh, jullie zijn natuurlijk wel al 20 jaar bijna aan de markt, dan denk ik van ja, waarom moet dat dan, waarom heb je dat niet al gedaan? Dus juist, ik denk dat we veel dingen hebben kunnen doen, dat we daar ook een redelijk palmares kunnen voorleggen, maar het is natuurlijk ook altijd belangrijk om blijvend op zoek te gaan naar nog andere dingen. Dus elke verkiezing, elke keer zal je op dingen stuiten dat je denkt, dat had ik eigenlijk graag eerder al gedaan. Hè. Dit is iets dat federaal had kunnen gebeuren. Ik merk wel dat SPA daar alleen staat, de andere partijen willen het niet. Dat is alvast een goede verklaring waarom het nog niet is gebeurd. Maar wij leggen het wel op tafel ook bij de onderhandelingen. Ja. Hoe kijk je naar zondagavond? Hoe ga je dat doen? Het is heel dubbel. Overdag heb ik er een goed oog in. Dat ik met mensen spreek en het laat mij op. Ik krijg weinig negatieve reacties. Ja. En 's nachts slaap ik verschrikkelijk slecht. Ja. Dus ik denk dat betekent dat ik mij toch heel veel zorgen maak en meer dan ik bewust mezelf laat merken. En wat bedoel je met slecht? Is dat dan maar een paar uur per nacht? Of ja, nee, dat is veel wakker worden, nachtmerries, dromen over verkiezingen waarbij alles fout loopt. Ja, ja, dus toch al een paar weken aan de gang. Wat is de ergste scène? Zo, Het ergste was dat we de gemeenteraadsverkiezingen verschrikkelijk hard hadden verloren. En dat Daniel zo hard had verloren, wat natuurlijk super ver van de waarheid ligt. Want Daniel is een zeer populair burgemeester. Ja. We hebben ook de verkiezingen hier heel sterk gewonnen in Gent. En toch droom je dan dat alles fout loopt in deze stad, de progressiefste stad van Vlaanderen. Dus het moet toch zijn dat die angst ergens diep van binnen verstopt zit. Ik zal het graag horen dat jouw nachtmerrie is dat je de verkiezingen verliest. Ja, voilà. Kijk. Ja. Oké, goed. Ik stel dezelfde vraag op het einde. Is er zo één ding dat je zegt van dit wil ik nog absoluut meegeven, dit is nog essentieel?
om onze café, de toogpraat af te ronden. Wat voor mij belangrijk is, dat mensen zich afvragen wie er aan hun kant zal staan als het fout loopt. Want soms gaan de dingen goed. En sta je er niet bij stil dat de dingen ook verkeerd kunnen gaan. Dat je op een dag ziek kan worden, dat je je job kan verliezen. Dat misschien jouw moeder iets overkomt. Dat je kinderen misschien worden gediscrimineerd. Dat soort dingen. En wij zijn dan de partij die aan uw kant gaat staan. Aan de kant van de mensen bij wie het fout loopt. En je staat er niet altijd bij stil zolang het goed gaat. Maar het is heel belangrijk om te weten dat die zekerheid dat wij die willen bieden. Voor jou, voor de andere mensen die voor jou belangrijk zijn. En dat het misschien goed is om daar eens bij stil te staan. Ook op de dag dat je stemt. Stem niet alleen voor jezelf en voor je huidige situatie, stem ook voor de toekomst en voor mensen die misschien meer pech hebben dan jijzelf. Oké, dankjewel, Fia van den Bossen. Alsjeblieft.